Hallo, wie ben je? Mijn naam is Paul van der Loo. En waar zijn we vandaag? We zijn vandaag bij VDL Container Systems in Hapert. En wat gebeurt hier? VDL Container Systems maakt container handling systemen voor de ene kant de havengerelateerde producten en de andere kant de truckgerelateerde producten. En wat doe jij hier? Mijn functie is proces engineer en ik zorg ervoor dat we slimmer, sneller, efficiënter en veiliger kunnen werken. En aan wat voor soort producten moet ik dan denken? Bij Container Systems maken we zowel de haakarm, portalen, kabel, ketting systemen voor op de vrachtwagen. En we maken de spreiders voor in de zeehaven en de binnenlandse terminals. En waarom moet een mbo'er naar dit gastcollege kijken? Als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt, kun je heel snel zien of het haakarmsysteem door VDL geproduceerd is. Wat natuurlijk super tof is om je eigen werk in de praktijk rond te zien rijden. En hoe maak je containersystemen die 40 ton kunnen vervoeren? Dat is een goede vraag. Die maken wij bij VDL Container Systems en doen we van begin tot het einde. En hebben een compleet bedrijfsproces voor en dat gaat van engineering tot productie, lassen, monteren, opbouw, service, after sales en natuurlijk een stukje verkoop. En is er een productverdeling? Ja, we hebben twee productfamilies. Het ene stukje is voor de havengerelateerde producten. Dit is een spreader en die kan een zeecontainer oppakken vanuit het boot, op het land, op de trein of op de vrachtwagen. En in welke landen worden die spreaders gebruikt? Onze spreaders kunnen over heel de wereld toegepast worden. En die gaan ook van Amerika tot aan China over de complete wereld. We zijn wel vaak toeleverancier voor de binnenlandse terminals, omdat ze daar graag een uitgebreid systeem willen. En de andere productfamilie? Wij maken container handling systemen voor op de vrachtwagens. Die zijn geschikt om afzetcontainers op te pakken op de vrachtwagen, af te zetten of de container leeg te kippen. Dat doen wij door een systeem te maken wat we op de vrachtwagen monteren met hydrauliek, pneumatiek en elektra, zodat we de bewegingen kunnen maken. De haakarmsystemen zijn geschikt voor de grotere afzetbakken, de portaalarmen zijn voor de kleinere afzetbakjes en dan hebben we nog de andere systemen, zijn de kabel en de kettingen. Dat zijn de wat oudere systemen waarbij je ook uit de cabine moet om de container aan te koppelen. En waar worden de haakarmen toegepast? Het haakarmsysteem kan bijvoorbeeld toegepast worden in de landbouw, bij Defensie, bij de brandweer, bij de sloopbedrijven en bij de afvalverwerking. En waar kan ik de producten kopen? De teruggerelateerde producten kun je in heel Europa krijgen en daarvoor hebben we een dealernetwerk die zowel de service kan verlenen. Recent hebben we bijvoorbeeld meer dan 100 haakarmsystemen geleverd aan een afvalverwerkingsbedrijf. Als je bijvoorbeeld thuis aan het verbouwen bent, kan het zomaar zijn dat de afvalcontainer opgehaald wordt door een VDL haakarmsysteem. En hoe zit zo'n systeem in elkaar? Want iedere klant heeft andere wensen. Het systeem is eigenlijk opgebouwd uit een aantal bouwblokken, oftewel een modulair systeem. Denk bijvoorbeeld aan verschillende haakhoogtes van 1450, 1400, 900, 1570. Dit zijn allemaal specifieke eisen en wensen van de klanten waar wij aan voldoen. Maar dan noem je allerlei getallen, maar wat zijn dat dan voor getallen? 900 mm is bijvoorbeeld de hoogte van de aankoppelingspunt van de container tot aan de grond. Oh, en hoe ziet de toekomst eruit? Als we kijken naar de toekomst, dan zijn we bijvoorbeeld bezig met IoT, Internet of Things, modulaire systemen en elektrificatie van de systemen op elektrische voertuigen. Op dit moment zijn de elektrische cilinders nog niet sterk genoeg om een container van 40.000 kilo leeg te kiepen. Daarom blijven we voorlopig nog met hydrauliek cilinders werken. Maar bestaan er wel al elektrische systemen dan? De spreaders zijn bijvoorbeeld al volledig elektrisch verkrijgbaar. Je hebt ook een hydraulische variant met hydraulische olie. Maar als je bijvoorbeeld een olielekkage hebt boven het water, heb je meteen olie in het water, wat je natuurlijk niet wilt hebben. Daarnaast worden de truckgerelateerde producten ook al op een elektrische vrachtwagen gemonteerd, die dus geen CO2-uitstoot heeft. En mag je hiermee de stad in? Met deze auto's mag je dus ook de stad binnenrijden. En hoe worden de systemen gebruikt? De systemen zijn op verschillende manieren te bedienen. Vroeger waren dit voornamelijk drukknoppen. Tegenwoordig zie je steeds vaker afstandsbedieningen. Voor de veiligheid is het goed als je met een afstandsbediening op een veilige afstand kunt staan. En daarnaast communiceert de vrachtwagen steeds vaker met het haakarmsysteem. En welke processen moet je doorlopen om van nul tot een eindproduct te komen? Om een compleet systeem van nul tot het einde te maken, beginnen we bij verkoop. Hiervoor hebben we verkopers binnen in huis en op de weg. Dan
gaat het systeem naar werkvoorbereiding, die de orderkaart verwerkt in het systeem. Uiteindelijk komt die bij inkoop die de juiste materialen gaat bestellen bij onze leveranciers. Vervolgens gaan we het systeem in elkaar lassen en gaat die extern buiten de deur naar de spuiter. Het systeem komt dan terug in de montage waar de monteurs het systeem assembleren. Als het systeem compleet geassembleerd is, wordt je op de vrachtwagen gebouwd in de eigen opbouwafdeling of bij de dealers. Na het opbouwen op de vrachtwagen gaat het systeem naar de eindklant toe. Hoe lang duurt dat om die diverse systemen te maken? Voor het maken van een spreader ben je ongeveer 5 weken bezig. Deze maken ongeveer 30 per jaar. En een haakarm? Een haakarmsysteem maken we compleet van 0 tot het einde in 7 weken. En deze maken ongeveer 1000 per jaar. En portaalarmsystemen? Portaalarmsystemen die maken we 150 per jaar. Sowieso, nou dat is best veel. Maar kun je vertellen hoeveel lasdraad daarin gaat dan? Per jaar verbruiken we ongeveer 7500 kilometer aan lasdraad. Dat is ongeveer even ver van Eindhoven naar Miami. Kun je uitleggen hoe zo'n haakarmsysteem werkt? Het haakarmsysteem heeft eigenlijk 2 scharnierpunten. Eentje helemaal aan de achterzijde en eentje iets verder naar voren. Wil je een container leegkiepen, dan draait jouw systeem om de achterste as, waardoor jouw bak compleet leeggekipt wordt. Draait jouw systeem om de as die iets verder naar voren zit, dan gaat je haakarm achterover, waardoor je een container op kunt pakken. Als je een container met 20.000 kilo in de bak wil leegkiepen, moeten de 2 cilinders van de haakarmsysteem beide 70 ton drukken. Nou, hoe test je dat? Bij VDL Container Systems hebben we bijvoorbeeld een testcontainer om het haakarmsysteem op de vrachtwagen te testen. Hoe ziet dat eruit? Er zijn 2 verschillende haakhoogtes en daardoor hebben we de container 2-zijdig gemaakt. En hoe zit het met die spreader? Wordt die ook getest? Omdat de spreader een hijswerktuig is, moeten we hem testen. Voor te zorgen dat de container niet uit de spreader kan vallen. En hoe test je die dan? We hebben een groot blok beton in de grond gestort. We gebruiken deze blok beton om een spreader te testen of je de kracht aan kan. Oké. Een spreader testen we op 150%, was een kracht waar je normaal op toegepast wordt. Met hoeveel mensen werken jullie bij VDL Container Systems? Ik heb hier meer dan 140 collega's. We werken met z'n allen op 1 locatie in Hapert. We doen hier bijna alles in eigen huis. Het spuiten laten we door iemand anders doen en een aantal onderdelen voor de lasserij en de montage worden aangeleverd. En welke functies kennen jullie dan allemaal? We hebben op de vloer verschillende functies. Denk erbij aan lasser, lasrobot operator, lasrobot programmeur, een monteur, een elektromonteur, logistiek medewerker, opbouwer en servicemonteur. Om het systeem compleet uit te tekenen hebben we engineers. De werkvoorbereiders krijgen de tekeningen van de engineers en gaan deze verwerken tot calculaties, stuklijsten. Welke onderdelen benodigd zijn bij welk systeem. In de calculaties wordt ook al meteen voorbereid hoeveel tijd er nodig is om het systeem te lassen of te monteren. De werkvoorbereider verwerkt de orderpapieren tot de productiepapieren die we in de fabriek gebruiken. In de praktijk zullen we daar een spreader in de lasserij zien liggen, waar een lasser, een complete spreader, aan het aflassen is. En wat maakt VDL Container Systems zo bijzonder? Het mooie aan VDL Container Systems is dat we zoveel mogelijk in eigen huis doen. Zowel het lassen als het monteren, opbouw, service, logistiek, verkoop, inkoop, techniek, engineering. We zijn een echt familiebedrijf en we hebben gewoon weinig lagen in de structuur zitten. Ik heb al heel veel dingen verteld over de systemen die we maken, maar het is natuurlijk veel leuker dat mijn collega's jullie iets laten zien hoe het nou in de praktijk in zijn werk gaat. Nou, dat denk ik ook. Dankjewel. We haken even in op de fabriek. Ah, je wordt al hard gewerkt. Hey, wie ben je en wat doe je? Nou, mijn naam is Jens de Jong.
Ik ben Lasser. En welke opleiding heb je gedaan? Nou, mijn opleiding heb ik gedaan op het RSC in Tilburg, taalbewerker. En toen? En toen ben ik hier begonnen als Lasser. En ik heb zo hier alle plekken al gehad. En heb je daarvoor nog specifieke opleidingen gedaan? Ja, ik heb hier een hele mooie cursus aangeboden gekregen. En met allebei de handen aangepakt. Van niveau 2 tot niveau 4 meesterlassen. Visualassinspecteur ben ik ook. En wat je hier ziet is gecertificeerd werk. Dus ik heb ook mij moeten laten certificeren voor dit te kunnen lassen. En wat is een visueel lasinspecteur? Het visueel lasinspecteur kan dan lassen goedkeuren of afkeuren die een andere lasser heeft gelegd. Wij controleren of er geen porositeit in de las zit, geen randenkarteling. En wat is een poreuze las? Nou, een poreuze las is een, als je een las gaat leggen, er zitten heel veel gaten in de las, dat je door de las heen kunt kijken, om het zo maar te zeggen. Dat is poreus en dat is niet goed. En waarom is dat dan niet goed? Nou, als je een poreuze las hebt, dan heb je kans op scheuren, dat die daar kan scheuren. En dan breekt alles af. Dus dat willen we absoluut niet hebben in de las. En wat is er zo leuk aan VDL? Nou, wat ik zo leuk vind aan VDL is voor mij, het voelt als thuiskomen. De vrijheid die je hebt. En heeft VDL veel doorgroeimogelijkheden? Binnen VDL zijn er heel veel doorgroeimogelijkheden. Als jij het wil en het kan, dan kunnen hier alle kanten op. En waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig met een spreader. Een torenspreader heeft zoiets. En achter mij kunt u een deel al zien van de toren. Nou, zeg maar jij tegen u. De toren is eigenlijk de bovenstuk van de spreader. Die hangt straks in de kraan op de havens. En die zorgt eigenlijk voor dat de spreader kan zakken, omhoog kan gaan, van links naar rechts kan schuiven, rond kan draaien. En wat is jouw taak bij dit project? Nou, mijn taak op dit project is het assembleren, dus het in elkaar zetten van het materiaal, van de spreader zelf. Maar tevens ook helemaal compleet aflassen. Dus van A tot Z helemaal opbouwen. Platen pakken, platen nameten, hechten, lassen, controleren. Als we hier klaar zijn, dan gaat de spreader naar de spuiter. Komt hij terug naar de montage. Daar wordt hij allemaal afgemonteerd. En dan gaat hij naar de kant. En wat voor staal gebruiken jullie? Wij gebruiken hoogsterkte staal. Dat is warm gewalst en snel koud afgekoeld. En dat maakt de hardheid van je materiaal. Hoe ga je te werk bij een nieuw project? Als we een nieuwe spreader binnenkrijgen, dan krijgen we een map binnen. Dan krijgen we twee tekeningen. Eén tekening van de constructie en één tekening van alle lassen. Hoe het allemaal gemaakt moet worden. We hebben punten die met meerdere lagen moeten gelast worden, omdat daar alle krachten naar aan komen te hangen. Dus die moeten extra stevig gelast worden. Zoals je hier kunt zien, zie je hier twee lagen, maar er zit nog een laag hieronder. En om die onder en boven elkaar te leggen, overvloeit hij eigenlijk de las die eronder zit. En daarom wordt de las sterker en dus kan hij ook meer hebben. En wat zien we hier nu? Nou, dit blok waar we nou naartoe kijken is eigenlijk gemaakt voor een side shift. Dat betekent dat je iets van links naar rechts kunt laten bewegen. En die wordt deze toren en die komt bovenop de spreader te staan. En die kan eigenlijk zorgen dat de spreader van links en naar rechts kan bewegen. En dat doen deze blokken. En wat is dit dan? Nou, we zien hier een oog, een trekoog eigenlijk. En daar is een cilinder op aangekoppeld. En als je de cilinder uit en inschuift, dan kan dus die spreader van links naar rechts bewegen. En wat is het tofste aan jouw werk? Nou, het tofste aan mijn werk is dat je iets maakt. En iets terugziet wat werkt, zeg maar. Soms moet u mee met service mee op pad. In binnenland, buitenland, om iets op te knappen. En dan zie je ze echt werkend hangen met grote containers die veel wegen. En dan denk je van ja, dat heb je toch wel mooi gedaan. Wat moet ik doen als ik dit werk interessant vind? Nou, als je dit filmpje ziet. Wij zoeken altijd nog collega's, dus heb je interesse en heb je zin om maar je nieuwe collega te worden. Kom gerust langs, kijk in een rondje, de deur staat altijd open. Kijk gerust op de website en misschien zie ik jou binnenkort. En wie ben jij? Hoi, ik ben Roy Kennis.
Ik ben 21 jaar en ik ben montagemedewerker bij VDL Container Systems. En waar zijn we? We zijn vandaag bij VDL Container Systems op de montageafdeling waar wij HKM-systemen en portalen maken. En wat zien we hier achter jou? Achter mij staat een portaal. En wat is een portaal? Een portaal is om kleinere containers, bakjes mee op te tillen. Die je vooral ziet binnen in steden voor verbouwingen en wat kleinere projecten. En wat doe jij dan aan een portaal? Ik monteer hem volledig op. Ik krijg alles los in onderdelen aangeleverd. En daaruit bouw ik hem volledig van A tot Z op. Hoe begin je jouw dag? Als ik binnenkom, kijk of er systemen zijn. Een systeem waar ik aan verder kan. Zodra dat niet is, ga ik via mijn orderkaart kijken welke orders nog gemaakt moeten worden. Daaruit pik ik een order en ga ik verder. Laat ik mijn spullen binnenrijden, mijn frame binnenrijden. En zodra ik al mijn spullen verzameld heb, dan kan ik aan de gang gaan eigenlijk, als het ware. Het systeem in elkaar zetten en van A tot Z volledig op te bouwen tot je een uiteindelijk werkend product hebt. En wat is het leukste om aan te werken? Het leukste voor mij om aan te werken is portalen. Komt gewoon waar je inderdaad van A tot Z een volledig product klaarmaakt. En er zit heel veel verschillen in portalen, waardoor die variatie een beetje in blijft en toch leuk blijft om te maken. En je houdt wel van variatie? Ja, variatie vind ik heel fijn, anders wordt het eentonig en kan het wel eens gaan vervelen. En welke opleiding heb jij gedaan? Ik heb zelf eerst monteur mechatronica gedaan, niveau 3. Die heb ik binnen dit bedrijf afgerond. Heb je binnen VDL nog andere opleidingen gedaan? Ja, ik heb cursus hydrauliek gedaan. En daar ga ik ook nog cursus BHV, heftruck certificaat. En hoe ben je hier binnengekomen? Via school heb ik een lijst gekregen waardoor ik uit verschillende opleidingen kon kiezen. Toen ben ik uiteindelijk vanuit mijn opleiding bij VDL terechtgekomen. Waardoor ik uiteindelijk een BBL traject ben begonnen. Op mijn opleiding eerste monteur mechatronica. Vanuit daar ben ik mijn opleidingstraject begonnen. Begonnen met de productielijn, volledig door te werken, waardoor ik de HKM-systemen onder de knie had. Daarna ben ik op meerdere plekken gezet binnen het bedrijf. En waarom vind je het leuk om bij VDL te werken? Ik vind het leuk om bij VDL te werken vanwege de werksfeer die hier hangt, de gezellige collega's. Wat is er zo mooi aan je werk? Het mooie aan werk is dat ik variërend werk heb en het erkenning heb op straat als ik bijvoorbeeld een systeem tegenkom. Dat ik weet van, hé, daar heb ik aan gewerkt. En wat zien we en wat doet het? Dit is een 14 tons portaal. Dit is een driedubbel vanghaak. Luchtgestuurd, pneumatische klappers. Daar kun je de container mee boren als het ware. En vanwege de keepkettingen kun je daarna ook je container gaan kantelen. Ladersing is een haak. Dat is voor de Duitsers heel veel. Dan kun je de container vanaf onderaf opklemmen. Dan hebben we ook nog die drangjes aanslagen. Dan kun je vanaf de zijkant ook de container opklemmen. Dat is allemaal veiligheidsnormen. Dan ga ik het keepen van het systeem. Dat is als het ware om het systeem, om de containers mee van het portaal af te halen. En weer om het portaal, de container vanaf de grond op het portaal te zetten. Dat kan in een langzame snelheid, maar dan kun je ook versnellen. Waardoor je nog eerder aan de grond bent. Dan kun je de armen nog uitschuiven. Dit lijken steunpoten, waar zijn die voor? Steunpoten die dienen voor stabiliteit en druk te geven. Zodra we een container oppakken dat die echt ook stevig op de grond staat. En hoe lang ben je bezig met zo'n systeem? Systeem scheelt heel veel per systeem de opties die erop zitten. Maar een systeem zoals dit met deze opties ben ik ongeveer 3-4 dagen bezig.